Dag lieve kijkbuiskinderen, wat fijn dat je mijn YouTube-kanaal weer hebt gevonden. Hashtag Meesterbos los. Vandaag gaan we bezig met rekenen en we gaan dit keer verder met les nummer 8. We gaan het verder hebben over procenten. En die hebben wat te maken met breuken en dat heb je al eerder geleerd. En daar gaan we vandaag mee verder. De startoefening is een hele simpele. Het is namelijk elke keer de helft van verschillende getallen pakken. Het voorbeeld op het bord is de helft van 120. Dat weet je vast, dus daar ga je heel goed uitkomen. We gaan verder. Kijk maar mee. Yes, voordat we beginnen wil ik dat jij mij op pauze zet en dat je 5 van deze percentages kiest. Gelukt? Heb je de 5? Mooi. Dan gaan we zo meteen een bingo doen en hopelijk heb jij de goede percentage uitgekozen. Want als je ze alle 5 hebt, win je het spelletje. Zometeen komen de verschillende breuken langs. Die worden een soort van geflitst. Die komen kort langs en jij moet denken, past mijn percentage bij deze breuk? Is dat het geval, zet je een krul achter. Bij 5 krullen win jij het spel. Klaar voor? Komt ie. Oké, past jouw breuk bij het percentage? Past jouw percentage bij de breuk? 1, 2... 4, 5e. Heb je er al 2? Ben je op de goede weg? Ah, misschien is de volgende voor jou. 1, 4e. Oeh, 3/20. Weer 4/5. 3/10. 3/4. 3/5. 1/5. En de laatste, dat is 1/20. Oké, ging het nou een beetje te snel, kun je het altijd eventjes terugspoelen. Ik ben benieuwd hoeveel jij er hebt. Heb je al je percentages weten te krijgen, win jij het spel. Ik hoop het voor je. Vandaag gaan we het hebben over een deel van een hoeveelheid. Een bepaald percentage dus. En vandaag ga ik je leren hoe en waarom het nou zo handig is om altijd eerst 10 of 5% uit te rekenen. Ik ga het jou vast verklappen, omdat het veel makkelijker is. En je via die percentages heel makkelijk alle andere percentages kunt uitrekenen. Die tip geef ik je vast, daar gaan we het vandaag over hebben. Hey, mag ik jou een schild vragen? Ben je vandaag met de auto of met de fiets gebracht? Oh, wat goed. Hey allemaal, regelmatig raden schooldirecteuren ouders aan om hun kinderen met de fiets te brengen in plaats van met de auto. Er zitten namelijk vaak honderden leerlingen op een school en zoveel parkeerplekken zijn er helemaal niet. Op deze school bijvoorbeeld zitten 300 leerlingen. En nou ja, zoals je ziet, vrijwel geen parkeerplekken. Ik heb dus vanmorgen alle leerlingen gevraagd of ze met de auto worden gebracht of met de fiets. En wat blijkt? 5% wordt met de auto gebracht. En even uitrekenen. 300 leerlingen. 10%, dat is dus 1/10 deel, is 30. En dan de helft van 10% is 5%, dat is dus 15 leerlingen zijn vandaag met de auto gebracht. Nou, dat valt dus eigenlijk nog wel mee. En denk eraan, hè, als het regent, niet meteen in die auto stappen, maar gewoon een regenjas aan doen. Doei! Ja, zo zie je al dat zij deze lastigere som eigenlijk in 2 makkelijke stappen heel snel oplost en zo tot het goede antwoord komt. En snel uitrekent dat het 15 leerlingen waren die met de auto komen. Oké, we gaan bezig. Deze tabel die kom je in de les vaker tegen en die gaan we samen voor een deel bespreken. Wat heel belangrijk is, is dat je altijd eerst op zoek gaat naar het totaal. Waar gaat het eigenlijk nou om? Hoeveel hebben we in totaal? Wat is alles? Oftewel, wat is 100%? 100% is alles. Hoeveel procent is vanilleijs? Nou, dat is best een makkelijke. Want als ik aan jou vraag, welk deel is dat nou? We hebben hier vanilleijs, dus die maak ik even passend geel. 500, dan weten jullie eigenlijk allemaal wel dat 500 de helft van 1000 is. En als ik aan jou vraag,
Welke breuk hoort er nou bij de helft? Zeg je automatisch in tweede. En als ik aan jou vraag hoeveel procent hoort er nou bij de helft? Dan zul je waarschijnlijk ook meteen 50% zeggen. Dus wij geven meteen eventjes antwoord. 50%. Makkie, kijk of ze het ons nog wat moeilijker maken. Hoeveel procent chocoladeijs? Chocola, chocola. Staat daar, 150. Nou, die maak ik natuurlijk eventjes bruin. Ik ga even kijken, wat is mijn totaal? Dat is weer 1000. Deze is een stuk moeilijker te doen, want 150 is niet een kwart, is niet een helft. Dus ik moet hier een stap voor gaan zetten, zodat ik hem kan uitrekenen. En die tip van mij is altijd, zorg dat je via 10% rekent. Want met 10% kun je heel veel uitrekenen. Dus, als ik van 100 naar 10% wil, dan haal ik er een 0 af. Dan deel ik door 10. In een verhoudingstabelletje zou dat er zo uitzien. Dan heb je 100% en dan is het totaal 1000. Nou wil ik naar 10% toe. En dat is delen door 10. Wat je onder doet, doe je boven ook. Nou weet ik dus op deze manier dat 10% 100 is. Nou, dat kun je ook vrij makkelijk doen omdat je een 0 eraf mag halen. Van allebei een 0 eraf, dan weet je dat 10% 100 is. Maar dat ben ik er nog niet, want ik heb 150. Nou kan ik van alles in de verhoudingstabel nog verder gaan, maar eigenlijk kan ik dit heel simpel oplossen. Als ik weet dat 10% 100 is, dan schrijf ik hier even op. Dan heb ik nog 50 over. Hoeveel procent is dan 50? Nou, dat is 5%. Dit samen is 15% en dan heb ik mijn antwoord. Dus nou weet ik dat ik op 15% moet zitten. Want 15% is mijn 150. Dus zo kun je door te rekenen via 10% en in dit geval via 5% heel makkelijk een som oplossen zonder dat je al te veel rekenwerk moet doen of vast komt te zitten. Oké, hoeveel procent bosvruchtenijs? Nou, die geven een mooi rood kleurtje. Moet ik dit dan nog weer helemaal uitrekenen, opnieuw verhoudingstabel, alles erop en eraan? Nee, want je bent er net achter gekomen dat 50, dat 5% was. Dus je kunt hier heel simpel antwoorden. Het is 5%. En zo kun je hem heel makkelijk oplossen. Dit ziet er bij je oefeningen als volgt uit. Je krijgt een heel rijtje en daar staan verschillende dingen in. Zodat je goed leest. Hoeveel procent? Reken uit met een strook. Je hebt vervoersmiddelen en dat zijn een auto, trein, bus, je kunt lopend, fiets en het totaal wordt er neergezet. Dit is een deel van de bezoekers in een percentage, dus je moet procenten gaan invullen. Nou wil ik je de tip geven om niet van links naar rechts te werken. Je gaat handig kijken welke weet ik al wel. Ik weet bijvoorbeeld sowieso, ga eens kijken. Hij past er niet helemaal op. Ik weet sowieso dat het totaal alles is. En alles is altijd, ja, 100%. Nou kan ik verschillende dingen doen. Misschien zie je meteen wel dat de helft van 800 hier staat. De helft van 800 is 400. Dan weet je dus ook hoeveel procent erbij hoort. Want dat is de helft. En de helft is 50%. Misschien zie je dan ook wel dat 200 de helft van 400 is. Wat is nou de helft van 50? Dat is 25%. Nou, daar blijven er nog een paar over. Ik zie al dat deze getallen veel op elkaar lijken. Wat is het grote verschil? Dat is 1 0. Er is 1 0 af. Als ik aan de bovenkant er 1 0 afhaal, dus kun je zelfs een verhoudingstabelletje van maken. Dan moet ik het aan de onderkant ook doen. En dan hou ik 10% over. Nou, als die 80 10% zijn, dan is die 80 ook
10% en dan houden we nog 1 over, die 40. Zie je al wat dat moet zijn? Is de helft van 80. Dus dit is gedeeld door 2. Dan gaan we aan de onderkant ook delen door 2. 10 gedeeld door 2 is 5%. Je ziet al dat ik deze verhoudingstabel niet van links naar rechts of van rechts naar links heb opgelost. Maar ik heb gekeken naar wat weet ik al. Als je hem op die manier oplost, kun je namelijk veel sneller deze tabel invullen. Want elke keer vul je een nieuw antwoord in. En met dat nieuwe antwoord kun je weer verder rekenen. Zo begon ik bij, kijk of ik dit kan, bij 800, ging ik daarna naar 400, 200, 80 en 40. Elke keer kon ik met mijn nieuwe antwoord verder rekenen. En zo kun jij ze ook oplossen. Dit is oefening 1. Dan oefening 2, daar hebben ze niet de verhoudingstabel, maar die kun je natuurlijk wel tekenen op je klankblok. Je krijgt een totaal, dat is in dit geval 120 kinderen, en daarvan hebben er 60 een mobieltje. Hoeveel procent is dat? Dat antwoord moet jij geven en vervolgens moet je de balk kleuren voor zoveel procent. Nou is die eerste natuurlijk niet heel moeilijk, maar ze worden wel iets lastiger gemaakt. Aan jou de taak om dit op te lossen. Zie je het, kun je meteen invullen. Zie je het niet, dan ga je een verhoudingstabel invullen. Daar vul je 100% in en het totaal dat daarbij hoort. En daarna kun je altijd rekenen via 10% en dan kun je makkelijk deze som oplossen. Succes daarmee! De denkvraag voor vandaag: hoe komt het dat er op beide dagen 250 aardbeienijsjes zijn verkocht en dat het, als je het uitrekent, verschillende percentages zijn? Wat zou hier nou aan de hand zijn? Je mag mij op pauze zetten en eventjes goed dit bestuderen. Kijk of jij deze lastige denkvraag kunt oplossen. Wat is hier nou aan de hand en hoe kan het dat die percentages verschillend zijn? Ben benieuwd of het je is gelukt. Is het je gelukt? Zet je je reactie op de denkvraag onder het kopje rekenen instructievideo's in Google Classroom. Voor nu eindigt hier mijn instructie. Ik wens je heel erg veel succes met je rekenles en tot die tijd zeg ik ciao!